leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Betty's Kitchen. Ik heb me net eventjes helemaal aangekleed. Ik zie er lekker zonnig uit. Het is een mooie zonnige dag. En ik stap zo de bus in en de trein naar Rotterdam. We gaan vandaag namelijk op bezoek in het Maho-district. Het is een beetje het Soho van Rotterdam aan het worden. Met hele leuke winkeltjes en hele toffe eetentjes. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Dus... Nou allemaal, zijn we dan. Station Blaak laat ik net achter me. Of links van me staat de grote markthal. En we gaan naar rechts naar het Maho kwartier. Nou, en hier draait het allemaal om. Het Maho kwartier is niet een super groot kwartier. Het zijn een paar straten. Pannenkoekstraat, Botensloot en Nieuwmarkt. En rondom dit gebied zitten dus hele leuke vintage winkeltjes. Ja, super hippe en lekkere verse hotspots, zou ik maar zeggen. En Maho staat voor Maagd van Holland. Zo heet gewoon dit gebied en dat is nu afgekort naar Maho. En wij gaan dus gewoon even lekker op struinerstoer, zou ik maar zeggen, door de buurt. Ja, wie had dat gedacht? Zo pal naast station Blaak. Ik zie meteen de inrichting van een restaurant uit Utrecht terug. Ja? Yes. Oh, leuk! Ja, meteen! Eetbare koekjesdeeg, veilig, gepasteuriseerd, allemaal dus veilig voor zwangere vrouwen, maar ook gewoon veilig om te consumeren. Oh, dit is heel slecht. Ga je niet naartoe, je gaat nooit meer weg. Dankjewel. Die hebben we wel even nodig met dit weer.
Speciaal voor mij, hè? Dan heb ik gewoon een veel betere post. Lekker zeg. Ja. Gewoon naar mij, terug voor mij, joh. Holy moly. En gin tonics? Ja, natuurlijk, hè. Score. Ja, leuk. Super lekker. Cheers.